Het is 20 mei en alles waar te voor staat is verkeerd. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horens en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Ik sta op het station zoals ik de afgelopen weken vaak heb gedaan. Ik moet tegenwoordig van mijn werk en vanaf mijn zoontje naar huis toe reizen. Dus ik spendeer heel veel tijd op deze stations. Het heeft me ook tijd gekost om te wennen aan dit nieuwe reisschema. Waar mensen reageerden onder mijn vlog, je bent alweer in je structuur. Komt dat bij mij altijd net wat later, alles is cognitief lekker makkelijk te beredeneren. Sociaal-emotioneel gaat dat net wat anders en dat is soms wat later. Ik bedacht me vanochtend toen ik wakker werd, te veel emoties, te veel gedachten, te veel acties, te veel drank, te veel sigaretten, te veel mogelijkheden, te veel keuzes, te veel gedachten, te veel opties, te veel toekomstperspectief. Alles staat op een hele hoop te voor. Ja, dat is een beetje waar ik op dit moment aan het zoeken ben. Ik ben ook niet dagelijks aan het vloggen, terwijl ik dat heel graag zou willen. Iets houdt me tegen. En er zijn van de week trouwens ontzettend mooie dingen gebeurd. Dus daar ga ik jullie binnenkort meer op vertellen. Ik wil niet zeggen dat ik niet meer ga vloggen, maar juist nog meer ga vloggen. Dat ik echt een dikke stimulans heb gekregen. Ik merk dat ik te weinig rust heb eigenlijk. En dat ik minder doe, maar toch nog te veel doe. En daardoor niet echt toekom aan wat er nou binnenin mij zit. Misschien herken je dat in je eigen leven. Dat is eigenlijk mijn ding wat ik altijd tegen andere mensen zeg. Ga doen wat je leuk vindt. Dan ga je helemaal knallen. En ik merk van mezelf dat ik dat te weinig doe. Vandaar dat deze vlog ook te heet. Komt er nog niet uit. Dat is ook een belangrijke herkadering. Maar het gaat er wel uitkomen. En soms duurt verandering een tijdje langer. Mijn vlog afgelopen week, waar een song in zit van Johnny Cash, is een tijdje offline geweest. Omdat Warner Bros. Dacht dat ik het origineel gebruik. Groot compliment voor mijn zang. Ik heb de klacht neergelegd bij YouTube. Ik hoop dat mijn nummer uiteindelijk weer helemaal wordt vrijgegeven. Zoals je misschien hoort, sta ik hier echt in een achtergrondmuziekje. Daarachter in een park is een of ander iets gaande. Ik weet niet. Sommige dingen moet je ook mysterieus laten in het leven. Lekker staren op het station totdat er een trein aankomt.